Op 17 maart van dit jaar werd ik door Marco van Tricht en Bert van Meteren gevraagd of ik hem wilde helpen met het inrichten van de binnenlocaties. Een uitdagende vraag. Het nieuwe bestuur was net aangetreden en had het moedige besluit genomen om het symposium toch door te laten gaan. 170 kunstwerken, waarvan eigenlijk niet precies duidelijk was wat binnen zou komen. Welke kunstenaar wel en niet meer mee wilde doen. De locaties waren onzeker. Te weinig locaties op dat moment om eigenlijk alle kunst te plaatsen. Al vrij snel schreef ik jullie, we moeten het onmogelijke mogelijk maken. En dat kan alleen met jullie hulp. Als jullie bereid zijn een klein beetje in te schikken in onze planning. En dat hebben jullie gedaan. Op 20 maart, op 20 april, stroomde de kunst het Tolhuis binnen. En zijn we gaan uitpakken en inrichten. En alle kunstwerken hebben op wonderlijke wijze hun plek gevonden. Soms waren jullie bezorgd over hoe het werk kwam te hangen. Je kwam jezelf afleveren. En hebben we al pratend en kijkend gekozen waar het werk tot zijn recht zou komen. Het werk hangt. Al het werk hangt. Op vele locaties. En vandaag start het symposium. Het is niet vanzelfsprekend dat het begint met alleen maar kunst. Een symposium bij de oude Grieken was een drankgelag van vrije denkers met redenvoeringen en ritten. Ik hoop op een modern symposium. Een symposium waarbij we dronken worden van het kijken. Dronken worden van het debat over kunst. Het gaat niet vanzelf. Van de kijkers vraagt dat om echt te kijken. Kijken als actieve handeling. Stil te staan bij een kunstwerk. En er met een kunstenaar over in gesprek te gaan. Van jullie kunstenaars vraagt het dat je openstaat voor alle vragen die op je afkomen over de kunst. En met elkaar het debat aangaat over de betekenis van kunst voor onze samenleving. Een samenleving zonder kunst verliest de bron van haar creatief vermogen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de kunst die bron is. Die ontstaat alleen maar als je verbinding maakt met die samenleving. En dat is voor mij ook dit symposium. Met kubussen van 471 kinderen. Met projecten in de samenleving waar de kunst een plek vindt. Ik maak vandaag een diepe buiging voor jullie kunstenaars. Die het hebben aangedurfd om je kunst op transport te sturen met onbekende eindbestemming. Niet wetend waar het zou komen hangen. Ik maak een diepe buiging voor kunstenaars die eindeloos en dagenlang in kelders, op zolders, hun werk hebben geïnstalleerd. Ik maak een buiging voor de kunstenaars die het hebben aangedurfd op spannende locaties als eerste hun werk te plaatsen, zonder dat duidelijk was of het goed zou komen met die locatie. Een bijzonder woord van dank voor drie deelnemende kunstenaars die zelf organiseren. Marco van Tricht, Henk van Berken en Arie Brinkman. Het is altijd lastig als je al deelnemende kunstenaar ook zelf meedoet. Kunst leeft. Kunst maakt leven. Dat staat op een van de kunstwerken in dit symposium. Ik nodig jullie allemaal uit dat kunstwerk te gaan ontdekken en er met elkaar over in debat te gaan wat die kunst voor onze samenleving betekent en vooral vandaag voor Gorinchem.